Wat voor dag is het vandaag? Het is vandaag een appeltaartconcert. We zijn hier in de Bijnkershoek en we spelen, dus mijn collega's en ik van het Nederlands Philharmonisch Orkest. We gaan een schoolvoorstelling spelen. We hebben 90 kinderen uitgenodigd en ongeveer 100 oudere mensen. Het moet gewoon een mooie voorstelling worden. Waar gaat het vooral over? Een tapdanseres ontmoet muzici. En wat gebeurt er dan? De tapdanseres wordt misschien wel nieuwsgierig. En wij worden nieuwsgierig. Wij gaan op elkaar reageren. En ja, wat er dan gebeurt, dan moet je maar kijken. Wat dacht jij van het verhaal? Ik dacht dat die twee vrouwen, die dat hun ruzie maakten om de twee mannen, dacht ik. Luisteren jullie ook wel eens naar klassieke muziek? Ik wel. Meestal naar het viool. Maar het viool vind ik heel mooi. Wat vind je zo mooi aan het viool? Die tonen en hoe ze met hun hoofd die muziek besturen. Als je een keuze zou hebben, taart of nog een keer dat concert, wat zou je kiezen? Concert. Geen appeltaart? Nee. En jij? Concert. Het concert. En jij? Ook het concert. Wat vond u van het concert? Hey, prachtig. En wat vond u zo mooi aan het concert? Nou, dat vrouwtje wat optreden. Mm-hmm. Vond ik zo mooi. En die passen die ze deed. En helemaal met die benen. En ja, ik vond het prachtig. Dus u zou er nog een keer in gaan? Ja, zeker. Zeker hoor. Als het is, dan zal ik proberen mijn zoontje ook nog mee te nemen. Kan je ook zo mooi dansen als zij? Nee, ik denk het niet. Zelfs met die schoentjes denk ik dat ik niet zo goed kan dansen. Wie vond je stiekem het beste? Die meisje met die roze broek. En wat vond je zo goed aan haar? Dat ze zo goed viool kon spelen. Ik vond het heel leuk dat de mevrouw heel goed met de ritme meedeed. En als je keuze zou hebben? Of een appeltaart of nog een dit concert. Wat zou je kiezen? Concert. En waarom? Gewoon omdat het leuk is. Wat sprak u het meest aan? De danseres en toch ook de klassieke muziek. Omdat het was ook een beetje vrolijk. En dat spreekt deze mensen vooral wel aan. Een appeltaartconcert zonder appeltaart. Kan dat? Dat is ook goed. Ja. Dat is ook goed. Alleen bewoners, is een traditie van is er wat te beleven, dan is er wat lekkers bij. Sinds wanneer dans je al? Ik dans 20 jaar ongeveer, denk ik. Maar het is wel een bijzondere dans, want het is stepdans. De kinderen die waren helemaal gek van u. Hoe zou dat komen? Ik denk dat... Het gegeven van een tapdanser, dus iemand die zo lekker bezig is, heel energiek en ook nog met muziek. Mm. En echt lekker geluid maakt, dat is super leuk om te zien. En waar heb je dit geleerd? Toevallig hier in Utrecht, bij Parnassos, want ik studeerde hier rechten aan de universiteit. En er is hier een fantastisch creatief centrum, dat hoort bij de universiteit. En daar is een waanzinnige leraar, die is daar nu niet meer. En daar heb ik het geleerd, dus hier in Utrecht.